Oh, dan komt het echt een enorme feministische stukje. Ik ben schrijver en eigenlijk kunstenaar in het algemeen wel. Ja, ik ben nu moeder en ik teken mezelf heel groot en naakt. Een kunstenaar, dat was Picasso. En die had, weet ik het, 16 vriendinnen en niet zomaar iemand uit de Buitensluisstraat in Katwijk. Er zijn te weinig vrouwen in geschiedenisboeken, er zijn te weinig vrouwen in documentaires, er zijn te weinig vrouwen in musea te vinden. Het is gewoon zo'n ontzettend rare verhouding. Je kan in het algemeen beter een man zijn, denk ik, als je succes wil hebben. Als een soort Taylor Swift van de literatuur. Thank you.